Yo, hey, yo. Hey boys en girls, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag is het geen alcoholics. Ik ga niet iedere week zo'n episode kunnen uploaden, denk ik. En ten eerste omdat jullie mij dan ook gewoon een alcoholieker gaan vinden. En ten tweede, het is moeilijk om zoveel gasten daarvoor te vinden. Maar ik heb er al wel een paar op het oog en dat komt allemaal wel goed. Maar ik ga het niet meer elke week doen. Dus hier ben ik weer in mijn leuke kamer, waar jullie zeker sowieso op gewacht hebben. Ik wist echt niet wat voor video's ik moest maken, omdat ik zo'n oncreatieve tering lul ben. Dus daarom dacht ik van, hey, misschien moet ik weer op TikToks gaan reageren. En dat ga ik doen. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Geef die fucking like en abonneer. Ik heb nu al iets langer TikTok, hè. Jullie weten het. Ik heb zelf ook TikTok nu. Ik maak zelf ook TikToks. Yeah. Voor de rest wil ik jullie echt bedanken voor die verse views. Dat vind ik echt vers. Laten we terug een paar leuke, fijne TikToks gaan bekijken. Ja, jullie weten het of jullie weten het niet. Voor de mensen, voor de andere mensen, voor de mensen die het niet weten. Oké, wij hebben een minister van Volksgezondheid. Door dat coronavirus shit heeft zij gewoon een soort van toespraak gehouden. En zij had gezegd, blijf in uw kot. En daardoor zijn allemaal stomme, domme remixes ontstaan. Blijf in uw kot. Ik meen het. Blijf in uw kot. Blijf thuis. Ik meen het. Ik meen het. Ik meen het. Hou kinderen die... Hilarisch. Ja, man. Zo, jezus. Wow, ik kreeg even geen adem niet meer. Ja, 10 op 10 voor deze TikTok. Ik laat maar weten in de comments hoeveel jullie deze TikTok geven. De eerste TikTok geef ik 10 op 10. Ik hou van humor. Het is echt hoe Vlamingen zich voelen als die meer dan 100 weergaven op TikTok hebben. Die denken, ja, hè, I'm the fucking thing now. Ja, ja, het is wel zo. Dan kun je zeggen dat ik weer zuur ben, maar kijk even, ja. Voor als jullie, by the way, willen weten wanneer een nieuwe Alcoholics online komt, volg even mijn Instagram, staat allemaal in de beschrijving. Blijf jullie zeker up-to-date wanneer er een nieuwe komt. Oké, door naar de volgende. Yeah! Wat is dit? Eerlijk gezegd word ik hier een beetje ongemakkelijk van. Toch raar? Ik bedoel, ik ga toch niet... Oké, sorry, ik moet echt huilen van mezelf dat ik dit al nadoe. Zoals Maggie de Blok zegt, ik weet niet wat Maggie de Blok allemaal zegt, die zegt te veel, maar... Boys, kom op boys, kom op. Hè, TikTok is de plaats van creativiteit, begrijp dat, doe niet dit soort dingen, ga dansjes maken, snap je? Jullie kunnen van mij zeggen dat ik een 9 meter kuif heb, maar wat is dit dan? Dit is wel mijn kuif maal 55, hè? What the fuck? Ik dacht serieus, ik dacht van ja, mijn kuif is misschien wel iets te groot. Kijk, oké, nu valt dat mee, maar luister, wat is dat? Staat die guy in de spiegels morgens en denkt hij van ja, ik ga even mijn, hè? Ik ga even zorgen dat dat zo, Dus als ik deze meneer één tip mag geven, ga je naar de kapper. Ik moet niet veel zeggen, maar dit is wel een paar levels hoger dan mij, denk ik. Maar oké. Ja, dat zag er wel een versje val uit. Maar het ding daarna had deze chick deze TikTok geplaatst. Want veel mensen vragen hun eigen af hoe het met mij is na de val van de fiets. Ik moet zeggen, ik heb een klein hondeken opgelopen. Ik heb er even tot maandag last aan gehad, maar voor de rest niet. Dus maak u geen zorgen. Bij mij is alles in orde. Die fietser zou zijn eigen eigenlijk moeten schamen. Want jij kwam daar niet aan gereden, jij kwam daaraan gevlamd. En ik kon mijn eigen niet uit laten schijnen als slachtoffer. Maar dat kan gewoon niet. Dus geen zorgen. Alles is in orde met mij. Dank u wel voor de bezorgde berichtjes. Maar niet nodig. Oké, die is aangereden door een fiets. Dat is wel een klein knalletje. Maar wat denken mensen? Dat hij 80 botten heeft gebroken daardoor. Dat was niet zo hevig. What the fuck? Heeft zijn hersenschudding opgelopen? Misschien wel. Misschien wel. Maar ik heb ook wel een paar hersenschuddings opgelopen door een paar TikToks te kijken. Dus... Blijf thuis als je ziek bent. Ik heb dat ook meegemaakt als huisarts. Dat ik op huisbezoek ga bij iemand die ziek is. En dat hij zegt, ja, gisteren... Oké, ik ga juist geopereerd. Ga weg. Maar luister, het enige wat deze guy moest doen is gewoon lipzinken. En dat kunnen mensen zelf nog niet. Probeer dat dan gewoon. Dat is het enige wat jij moet doen voor deze fucking TikTok. En nog kunnen mensen dat niet. Oké, we gaan naar de volgende TikTok.
Wat deed hij op het einde? Is hij aan het koeken? Mensen die om 3 uur 's nachts gaan appen met de vraag of je al slaapt. Nee, ik was eigenlijk pannenkoeken aan het bakken, maar leuk dat je me hebt. Hilarisch. Wanneer gaan mensen by the way doorhebben dat je hashtag for you page of hashtag viral, dat niet helpt voor op die kutpagina te komen? Letterlijk alles komt op die pagina. Dat wordt gewoon gerandomized ofzo. Het boeit niet. Je moet dat er niet bij zetten. Kijk, ik snap dat je aandacht wilt hierdoor. En ik snap dat ik nu weer als een dikke hypocriet lijk, omdat ik dit maak waarschijnlijk. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence. Luister mensen, stop met mensen te irriteren. Die willen niks met jullie TikTok zaakjes te maken hebben. Die laatste guy dacht van, oh fuck. Maar die dacht dan ook van, well, ja, ze ziet er wel fijn uit. Dus ik ga maar lachen, snap je? Maar anders zou die ook denken van, what the fuck is deze shit? Wat ik waarschijnlijk ook dacht. Maar dit is gewoon weer al een voorbeeld van, stop met mensen irriteren met jullie stomme TikToks die er niks mee te maken willen hebben. You were just staring at my fucking ass, weren't you? Ja, natuurlijk. En jij snapt ook zelf dat je anders geen views zou pakken. Zonder die bolle, ronde, poeberende... What the fuck? Die heeft bijna 1 miljoen views. Wat is dit? Ik moet ook even naar de gym, man. Ik moet ijs gaan kweken, boys. Heb jij een kont? Film het en dan viral op TikTok. Hey, zuurpruim. Ik weet dat gaan scrollen zij door je for you of door je followerslist. Maar je ziet er momenteel zo bij. Je moet ook eens lachen, zo. Nee, dat was de beste TikTok. Ik wist niet dat Jamila Baidoo nog een zus had, maar blijkbaar wel. Dat is wel interessant. Ja, boys, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Dit was het dan weer. Sorry dat ik weer zo'n stomme kutvideo maak. Ik moet ook iets, hè. Ik wou gewoon iets uploaden. En ik vond dit wel leuk om te uploaden. Dus ja, ik wil dat jullie mij volgen op TikTok. Mijn TikTok is alex_vandun. Jullie moeten die allemaal even volgen. Dat zou ik fijn vinden. Ik plaats niet superveel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Stay tuned voor brand new Alcoholics episodes. Snel. Ik ga proberen voor misschien volgende week er eentje te plaatsen. Hey, dat zou ik fair vinden. Abonneer, like de volgende keer. Hè. Was fijn. Doei.